Welkom bij deze nieuwe aflevering uit de serie Kunstfilms, waarin wij elke keer een gesprek zullen hebben met een andere opvallende en getalenteerde Surinaamse kunstenaar. Het werk van de kunstenaar met wie we vandaag een gesprek zullen hebben is in ieder geval zeker opvallend te noemen. Het werk van deze kunstenaar wordt door de Surinaamse gemeenschap over het algemeen nog een beetje argwanend aanschouwd en is nog niet altijd goed begrepen. Vandaag zullen we in een uitgebreid interview met hem dieper ingaan op de motivatie en de inspiratie achter zijn controversiële kunstuitingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je jezelf voorstellen aan de kijkers? Ja, ik ben Koert Nahar, zoon van Erik Nahar en Meer Nahar. En ik hou van kunst, dus daarom doe ik dat ook. Oké, Koert. Hoe lang ben je al met kunst bezig dan? Nou, eigenlijk zal ik zeggen, vanaf kleins af ben ik al bezig met de kunst. En dat is zich langzamerhand verder gaan ontwikkelen. Oké, maar kon je vanaf de schoolbanken, kreeg je toen al reacties bijvoorbeeld van tekenleraren op je tekenkunsten? Dat klopt, want iedereen kwam naar mij toe om eigenlijk het huiswerk wat betreft tekenen moest ik voor ze doen. En daarvoor kregen ze toch wel een 6 of 7. En daaruit kon ik zien dat mijn talent was. En daarop ben ik dan gaan voortborduren. Wanneer was dan het moment waarop je bewust werd dat je er een carrière van wilde gaan maken? Dat is eigenlijk zo in het laatste jaar van het MILO is het wat, hoe zal ik zeggen, duidelijker geworden. Want toen had ik alleen nog de optie om naar het IMEO te gaan, want daarvoor was ik alleen geslaagd. En daarin had ik helemaal geen zin, want dat paste niet bij mij. Dus de enigste uitweg was het tekenen. Ben je toen een professionele kunstopleiding gaan volgen? Ja, dus ik ben toen samen met mijn moeder land en stad afgezocht naar een goede school. En toen ben ik bij het Nola Hatterman terechtgekomen, toen de tijd onder leiding van de heer Barend. En die hebben me met open armen ontvangen, zonder diploma. Ja, ja. En daar heb je dus je eerste officiële kunstopleiding gehad? Daar heb ik een 4-jarige kunstopleiding mogen genieten. Daar heb ik ook heel veel geleerd van mijn leraren die nu ook mijn collega's zijn geworden. En daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Je was hier zo net bezig iets in elkaar te zetten. Kan je daar iets meer over uitweiden? Ja, dat kan ik zeker doen. Dit werk komt volgend jaar te staan bij mijn eerste grote show in Readytex. En het is eigenlijk gebaseerd op de decemberperiode, zwarte bladzijde in onze geschiedenis. De decembermoorden van 1982. En men gaat niet goed om in de gemeenschap met dit vraagstuk. Dus daarom is het mijn taak als kunstenaar om die bewustzijn, vooral onder deze generatie, mijn jeugdige generatie, een beetje wakker te houden. We zijn vandaag thuis bij jou. Is dit ook de plek waar jij werkt? Ja, dit is mijn droomkasteel. Hier laat ik eigenlijk alle inspiratie en creatie die in mij borrelt. Dat laat ik hier de vrije loop als ik zo hier weer thuis ben. Oké, zullen we dan even gaan kijken wat je allemaal binnen nog meer hebt liggen? Komt u maar binnen. Je hebt het ook gehad zo net over je opleiding bij het Nola Hatterman Instituut. Maar heb je nog andere kunstopleidingen daarna gevolgd? Ja, dat heb ik zeer zeker gedaan. Ik heb een goede basis gehad daar op het Nola Hatterman Instituut. En ik ben eigenlijk, meneer Barend en de heer Rinaldo Klaas en alle anderen zeer dankbaar voor wat ik eigenlijk vandaag aan de dag ben geworden in die kunstwereld. Heb je na je Nola Hatterman opleiding ook nog andere opleidingen gevolgd? Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk dankzij de heer Edwards, voormalig directeur van de OS, hier te landen, dat ik de kans heb gekregen om direct naar de groep van Marcel Pinas
ook te mogen gaan studeren aan de Edna Manley College voor de Visual and Performing Arts, daar een verdere studie, een HBO zeg maar, studie te mogen gaan volgen. Was dat in Jamaica? Ja, dat was op Jamaica van 2000 tot 2002. En eigenlijk ben ik daar een beetje bewuster van geworden. In het begin was ik al met dingen die om me heen gebeurden in mijn werk te verwerken. Maar het is nog bewuster geworden op Jamaica. Dat zo verder is gaan uitbouwen. Naar een echt gerichter werken, naar wat ik zou willen doen met mijn kunstenaarstaak. Oké, dus die periode in Jamaica heeft wel degelijk invloed gehad op je werk. Ja, daar heb ik fantastische jaren van mogen genieten. Daar heb ik ook als eerste in contact mogen komen met de collage technieken. Dan komen de installatie. Technieken ook bijkijken, de ruimtelijke vormgeving van zowel binnen als buiten, hoe je dat moet aanpakken. En vooral ook de dada-beweging heb ik daar voor het eerst leren kennen. En dat heeft me zo eigenlijk geïnspireerd en nieuwsgierig gemaakt, dat ik nog meer ervan ben gehouden. Ik zie in veel van je werken dit dada elke keer terugkomen. Heeft dat een speciale betekenis? Ja, dat is een hele belangrijke stijl en kunstontwikkeling in die kunstwereld geweest. Ergens in de Eerste Wereldoorlog, waar ze een groep artiesten, dichters en schrijvers en kunstenaars bij elkaar kwamen om een beetje te vechten tegen de orde van de dag. Mm-hmm. Weet je, iedereen was gebaseerd en op één denkwijze. En om die traditie een beetje te doorbreken, hebben ze dan die dada-beweging opgericht om een beetje te schoppen aan dat cultuur. Om ook een andere, hoe zal ik zeggen, zienswijze te creëren. Dat men niet alleen maar in richting verkeer gaat denken. Dus vandaar dat die dada-beweging dat heeft me erg geïnspireerd, omdat ik, ja, dat geeft me de macht. Als ik naar mijn voorgangers kijk, Marcel Duchamp, een Franse kunstenaar die een pispot neemt en zo de hele kunstwereld en een fietswiel neemt en die hele kunstwereld op zijn kop zet, dat geeft mij de macht om ook mijn materialen te gebruiken. Want ik wil de mensen een beetje bewust maken van, denk niet in dat klein hokje. Weet je, breek dat hokje open en laat je gedachten de vrije loop geven. Is dit altijd je stijl van werk geweest? Ja, dus eigenlijk had ik al van vroeger af de neiging om dit soort werk te doen, maar ja, je bent er niet bewust van wanneer je pas begint met je carrière. Dus natuurlijk ben ik begonnen met dit soort werk. En ik maakte vroeger ook wel van die Surinaamse huisjes en van alles en nog wat natuurlijk om te kunnen overleven. Maar op een gegeven moment paste dat. Ik leerde mezelf veel beter kennen van binnen. En toen werd ik echt bewuster van wat ik definitief wilde doen en bereiken met het vak waarvoor ik had gekozen. En ja, ik leef maar één keer en daarom maak ik gretig gebruik van. Dus daarom ben ik bewuster gaan kijken.